Ik ben Julius Terpstra en in deze serie wil ik laten zien hoe hoog de woningnood is in Nederland. Ik ga op bezoek bij Eva, Jan, Kim en Cecilia, die ieder op hun eigen manier in de klem zitten door de huidige woningcrisis. Hoe gaan ze daarmee om en welke actie ondernemen ze? Kijk je mee? Vandaag ben ik in Wezep en ga ik op bezoek bij Jan. Jan is initiatiefnemer van een nieuw seniorenhofje. De bouw is nog volop bezig, maar ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Dag Jan, waar zijn wij hier vanmiddag? Jullie zijn vanmiddag in de Wezeper Veste. Dat is een woonvorm voor ouderen die omzien naar elkaar. En met hoeveel mensen gaan jullie hier wonen? Wij gaan hier met 10 gezinnen wonen. We zeggen 9 gezinnen en een weduwe. En we gaan omzien naar elkaar. We gaan met elkaar iets opbouwen. Hey, en waarom zijn jullie met deze groep dit project gestart? We hebben allemaal vrij grote huizen waar veel onderhoud aan zit. Zowel aan het huis als aan de tuin. En daar willen we eigenlijk vanaf. En eenzaamheid ligt op de loer. En we houden allemaal van gezelligheid. Het zijn hele sociale mensen die dit gaan doen. En om te waarborgen dat we een sociaal vangnet hebben, zijn we hier gaan wonen. Jan, jij bent natuurlijk de initiatiefnemer van dit project. Hoe is dit idee bij jou ontstaan? Nou, ik ben een erg sociaal mens en ik vind het fijn om met andere mensen samen te leven. Ik wil de kinderen niet te veel belasten, dus ja, dan kom je automatisch op zoiets terecht. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen met tekenen. Eerst een soort arena met een hele mooie tropische binnentuin. Ja, dat was veel te duur. Dus toen kwam men op een soort hofje. Heel wat hofjes ben ik doorgeweest in het westen van het land. En overal al waar ze hofjes hebben. Fantastisch, denk ik, dat wil ik ook. Nou, dan ga je tekenen. En dan gaat het naar een architect. En als je dan nu zulke dingen terugziet die uit mijn brein ontsproten zijn, geweldig. Vind je nou dat er meer van dit soort initiatieven, van dit soort hofjes in Nederland zouden moeten komen? Ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, het is natuurlijk voor je eigen toekomst, al zijn we oud, je wilt toch een stap maken. Het is mooi om te doen, het vereist wel enige doorzettingsvermogen, maar het is zo leuk om hiermee bezig te zijn. En plus dat we natuurlijk allemaal huizen achterlaten waar we jonge mensen in kunnen komen. Ja, dus alleen maar pluspunten, denk ik. En waar kijk je nu het meest naar uit? Ja, inrichten is natuurlijk een mooi punt, hè? Want je moet al nieuwe spullen. Het is natuurlijk milieutechnisch, we hebben nul op de meter, dus dat is mooi om ermee te werken met apparatuur, maar ook het inrichten en natuurlijk gaan wonen. We hebben nu al heel vaak vergaderingen onderling met gepaste afstand, maar dan krijg je zo'n leuke band. Ik hoor nu al van deelnemers die zeggen van, ik heb nu al meer contact met mijn nieuwe buren dan ik al 30 jaar met mijn oude buren heb. Dus ja, het is zo'n leuke groep. En fijn om hier naar uit te zien, om hier te gaan wonen straks. De Wezeper Veste is een mooi initiatief van een hofje waar ouderen bij elkaar gaan wonen. Het is belangrijk dat gemeenten oog hebben voor senioren die met dit soort plannen komen. Wil je meer weten? Ga dan naar cda.nl/wonen en abonneer je op ons YouTube-kanaal.